De Scallions zullen de komende week worden voorzien van een GPS-systeem, zegt minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Hierover is er een goede afstemming met de Franse autoriteiten. Het afgelopen weekend hebben delegaties van beide landen samen de Marowijnrivier aangedaan om de situatie met de Scallions te bekijken. De komende week zijn we weer op de rivier met de Fransen, waarbij we de Scallions zullen markeren en een duidelijke GPS-tracking zullen plaatsen op de Scallions. Want nu is het nog een kat-en-muis situatie en we gaan ze via de GPS volgen en dat doen we samen met de Fransen. Dus we zijn in heel goed overleg met de Fransen. Zij grappen niet, wij grappen ook niet. De bewindsman gaat ook in op het project om het binnenland te voorzien van elektriciteit. Middels een creditline van India zullen er 50 systemen worden opgezet. Hierdoor zullen volgens Abiyamofo 64 dorpen worden voorzien van zonne-energie. We zijn nu in de fase waarbij het voorwerk dat door Suriname gedaan moest worden is afgerond. En de consultant aan de Indiase kant moet geselecteerd worden om dan verder te kunnen gaan. In elk geval, het huiswerk wordt gemaakt aan deze kant. Dan is er een tweede traject met een Chinees bedrijf, genaamd Power China, Sino Hydro. En die focussen op andere delen van het binnenland. Boven Suriname, Galibi, Drietabbetje en omgeving. En dan heb je nog een project in het dorp Godolo, dat door IDB gefinancierd wordt, ook solar energy. Wanneer we met al deze donoren het traject hebben afgerond, samen met het uitbreiden van het EBS-netwerk op bepaalde plekken, dan... Want dat is het plan van het ministerie. Hebben we in elk geval binnen de komende 4 tot 5 jaar het heel binnenland van 1x24 uur stroom voorzien. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Het ministerie sluit de volgende week ook een overeenkomst met IAM Gold om dorpen in hun operatiegebied te voorzien van duurzame energie.